Was het voor u acceptabel geweest als een van de coalitiepartijen de miljoenennota niet had gesteund, zoals bijvoorbeeld NSC? Ik heb eerder aangegeven, ook na de nacht, dat mijn inzet was, ook als premier, dat de vier partijen op hoofdlijnen, dat ik me verzekerd wilde weten van de steun van de vier partijen ten aanzien van de miljoenennota en de biljoenennota. En als die steun er dus niet was geweest, had u het prima gevonden om die dag al het kabinet te laten vallen? Nou, ik heb gezegd wat ik heb gezegd en ik heb vervolgens geconstateerd dat in de nacht om 4 uur dat het resultaat er was dat de vier partijen het steunden. Welke ruimte is er wel wat u betreft voor fractievoorzitters van coalitiepartijen om extra parlementair te zijn? Want tot nu toe hebben we eigenlijk nog helemaal, ook deze week bij de financiële beschouwingen weer, daar helemaal niks van gezien. Ja, laat ik daar dit over zeggen. Er wordt een soort dichotomie geschetst. Alsof extra parlementair betekent dat je geen contact hebt. En als je wel contact hebt, dat je dan meteen oude politiek hebt. En dat is toch een valse voorstelling van zaken. Ja, dus we proberen het extra parlementair vorm te geven. Maar waar door. Blijkt dat dan? Want dat, ja, niemand ziet het. Nou ja, laat ik zeggen, ook met de begroting ging het om hoofdlijnen. En niet om de details van de begroting. Maar ten aanzien van andere zaken gaat het elke keer om hoofdlijnen. En u ziet overigens ook in de afzonderlijke Kamerdebatten. Soms denk ik wel eens, nou dat mag wel ietsje minder. Maar ziet u ook dat er regelmatig stevige discussies zijn tussen bewindspersonen en ook fracties die dit kabinet steunen. Maar ja, er blijft toch helemaal geen ruimte over als elke keer wordt teruggegrepen op die financiële afspraken die helemaal geen ruimte bieden? Nee, maar bij het hoofdlijnakkoord is de financiële tabel, zoals dat zo mooi jargon heet, al vastgesteld. Daarop is ook uiteindelijk de miljoenennota gebaseerd geweest. Met instemming van de fractievoorzitters zijn er wijzigingen op aangebracht. Maar dat betekent niet dat elke begroting in de beton gegoten is. En we gaan nu richting de afzonderlijke begrotingen. Maar op hoofdlijnen moet de miljoenennota wel door de vier partijen worden gesteund. Want anders dan begin je ook als kabinet aan een redelijk heilloze klus. En dat was niet mijn bedoeling. Daar was ik buitengewoon helder als het gaat om de miljoenennota. Die moet gewoon op hoofdlijn door de vier partijen gesteund kunnen worden.